Lak Frisia tegen GFC, eindstand 9-2. Freddy, de wedstrijd weer Alex na 15 minuten nog spelen. Ja, ik denk dat we vanaf de aftrap gewoon geen duel gewonnen hebben. En ja, we beginnen zo slecht en dan kom je al heel snel op achterstand. En dan is het na een kwartier 3-0. Zo. Ja, dan zie je dat het voor onze groep te lastig was om er veel energie in te steken. Dan mast wat aan de kant, dan maar eerst wat de ziekje maar wissels. Ja, nou het liefst zet je gewoon een ander elftal in. Ik bedoel, als je ziet dat we met z'n allen eigenlijk niet de energie leveren die we de afgelopen weken wel hebben geleverd. En van tevoren hebben we nog gezegd, het team wat het meeste energie in steekt vandaag en die het graag wil winnen, die gaat winnen. Ja, wat een hele andere wedstrijd als vorige week. Dat was een hele andere wedstrijd dan vorige week. Maar ja, we moeten er verder van zeggen. We hebben gewoon teleurgesteld in de manier waarop we dit aangepakt hebben. En met name in de energie die we ingestoken hebben. Het is gewoon zonde als je de hele week erop voorbereidt. Op een wedstrijd en dan laat je het zo lopen. Terwijl je vandaag gewoon definitief veilig kunt spelen. We zijn er heus wel dichtbij. We staan 8 punten voor met nog 4 wedstrijden. Maar je wilt toch niet afgaan en nu ga je gewoon af. Wat kist dan in de rest? Wat kist ze? Nou, ik heb niet veel gezegd in de rust. Ik heb die jongens gevraagd het zelf maar te zeggen. Maar toen bleef het stil. En iedereen was er wel van overtuigd dat hij zelf in de spiegel moest kijken. Toen heb ik gezegd, nou, jullie gaan zorgen dat het in ieder geval niet meer wordt. Maar ja, dat is ook niet gelukt. Nee. Want ja, 9-2. Daar ben zelf ik verschrokken, dit spel, denk ik. Ja, natuurlijk. Iedereen die GFC's die is hiervan geschrokken, denk ik. En ik ook. Laten we hopen dat dit eenmalig is. En dat we de komende 4 wedstrijden in de competitie wel goed afsluiten. Want als dit de manier is waarop we wedstrijden ingaan, op het moment dat we het idee hebben dat we veilig zijn, dan zijn we verkeerd bezig. Want zo goed zijn we niet dat we op halve kracht zo'n wedstrijd in kunnen gaan. Er staat het gevoel bij bepaalde spelers, dan denk ik, ja, ze zijn veilig, maar even het aan je lager. Nou, ik weet niet, ik kan daar niet de vinger op leggen. Ja, die indruk die wekken ze wel, maar ik zeg niet dat ze geen arbeid willen leveren. Wat ook. Maar ieder duel te laat en het duel wat we wel aangaan werd verloren. Frisia was gewoon veel sterker in het duel. Kansloze middag geweest. Donderdagavond op naar Burgum. Ja, laten we dat doen. Dat is ook een oude club van mij, net als Frisia. Ja. Ik hoop dat ik daar met een iets beter gevoel wegga naar de wedstrijd dan hier.